Ze noemen het ook wel het witte goud, maar echt goudgeld wordt er niet mee verdiend hoor. Want het is echt een arbeidsintensief proces, dat asperge steken. Zo arbeidsintensief dat het nog maar de vraag is of het hier in Nederland kan blijven bestaan. Nou, daarom wordt het tijd dat de markt automatiseert. Zijn ze hier in Hezen volop mee bezig. Want zie hier de asperge steekmachine, of in ieder geval een eerste versie ervan. Voor het eerst wordt hij op deze manier getest. De uiteindelijke versie zal iets sneller rijden en neemt gelijk 3 bedden onder handen in plaats van 1. Je ziet nu de tasters die met die sensoren de grond in zakken. Hij is nu op zoek naar die asperge eigenlijk, ja, als het ware. Ja, die staan nu te kijken van zie ik een asperge en dan gaan we rijden met de machine. Ja. En nou komen die tasters daadwerkelijk asperges tegen die onder de grond zitten. En zodra ze er eentje zien, nou, dan klapt die gauw terug om te voorkomen dat die asperge beschadigt. En nu heerst de robot, die heeft de coördinaat doorgekregen en die maakt de beweging naar beneden en zo pakt hij hem en dan beweegt hij naar het bakje en daar legt hij hem dan neer. Dus we hebben daar onze eigen sensoren voor ontwikkeld die in een bepaald elektrisch meetcircuit staan, ja, waarmee ze de nabijheid van de asperge eigenlijk kunnen meten elektrisch. De machine zal vanaf 2018 verkocht gaan worden. 5 arbeidskrachten gaan hiermee 75 handstekers vervangen. Een machine geboren uit nood, want de aspergeteelt in Nederland staat behoorlijk onder druk. Want als we dit niet doen, dan is het toch vrij zeker dat de aspergeteelt verplaatst wordt naar landen waar de lonen nog lager zijn. Ja. Maar het is gewoon te duur nu op het moment. Het wordt te duur, ja. En er wordt steeds meer doordat de wetgeving terecht steeds scherper wordt. Allerlei beperkingen in regels enzovoorts. Maar door deze machine proberen we eigenlijk de verse asperge in Nederland te behouden. Absoluut. Ja. Het is onvermijdelijk als we dit niet doen dat de teelt verdwijnt en dat betekent ook dat toch die asperge een paar dagen in een vrachtwagen heeft gelegen voordat hij weer in Nederland op jouw bord ligt. Ja. En met de asperge om de hoek, het vers product, dat is natuurlijk het beste wat je kunt hebben.